Ik ben Huub Isendoor van Democraten Nu. Nou, het allerbelangrijkste dat er veranderd is dat de overheid minder geld aan zichzelf uit gaat geven. Dat is het allerbelangrijkste. Dan ontstaat er weer ruimte om nieuwe investeringen te doen in de stad. En de investeringsagenda van Almelo staat nu op nul. En dat is niet goed. Ja, een belangrijke punt is dus, we willen naar een kleinere overheid. We willen onmiddellijk stoppen met, of zo snel mogelijk stoppen met de inhuur van de externe inhuur van ambtenaren. Daardoor ontstaat er een structurele vrijval in de begroting, die anders aangewend kan worden. Dat is het allerbelangrijkste punt. Wat er nog meer moet gebeuren, is dat er een nieuw zwembad komt. Het zwembad is afgeschreven in 2020. Dus geld zit in principe in de begroting en dat moet daarin blijven. Daar willen we echt voor elkaar boksen. Dat is ook belangrijk omdat schoolzwemmen voor ons een belangrijk punt is. En een ander belangrijk punt is natuurlijk de binnenstad. Er moet gezelliger, er moet een goede, veelzijdige warenmarkt komen. En niet te vergeten, en dat is wel heel belangrijk en daar willen we echt aan gaan werken, is dat die vereenzaming die onder ouderen optreedt, dat die wordt tegengegaan en dat moet, en de hele administratieve rompslomp in de zorg moet verdwijnen. Dat is beter voor de ouderen, maar het is ook beter, denk ik, voor de mantelzorgers. Nou ja, die vereenzaming van de ouderen die wordt dan tegengegaan. Dan zijn er maatregelen genomen om dat te verminderen. Dat geeft meer lucht aan de mantelzorgers, dat willen. En er is een begin gemaakt met de bouw of de ontwikkeling van een nieuw zwembad.